Vandaag ging je niet op de motor, maar op de fiets. Kijk nou wat ik tegenkom. Dat zijn serieuze japen op die hoofd. Kijk nou wat ik tegenkom. Ja. Leuk. Goed, dames en heren, zoals ik al eerder zei, deze keer niet op de motor, maar op de fiets. Wij gaan iets leuks doen. Er is een oldtimer festival en daar ga ik naartoe en dan neem ik u mee. Ik weet bij god niet wat er allemaal te zien is. Voor de rest zijn er 250 deelnemers, heb ik me laten vertellen. En ja, we gaan zien wat het gaat worden. Gaat u mee? Ik ben zo blij dat we vandaag ook echte deskundigen aanwezig hebben. En dan heb ik het over Roel Arlets, mijn overbuurman. Maar het mooie verhaal van Roel Arlets is, Roel heeft een collectie van ongeveer 60 stoommachines. 80 hoor ik net. En dat zijn stoommachines die vroeger op scholen gebruikt werden om tegen te gaan. Vader, schoon en zoon, schoon, alle drie op een hekel. Hele kleine zoon. Ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik wel.
vergeet er geen foto te maken. Ja, maar heel veel foto. Nou jongens, veel plezier hè. Even uitzwaaien, hou uitzwaaien. Afdeling pre-war, kennen we allemaal. Wat een aparte auto is dit, jongens, vertel eens even iets over de wagen. Het is een Alvis uit 1932. Van de Plas Poggenburg. Dus 6 cilinder legt erin, 2,5 liter. Mooi, rijden veel mee? Ja, regelmatig. Ja, moet blijven rijden. Heb je eerder mee gedaan hier? Ja, een paar jaar geleden. Toen was het bij de Kalkovers. Dus gezellig, mooi weer. Ja, alles zit mee. Geniet ervan, hè. En hier hebben we een prachtige Viper. Ik ga een beetje gas geven. Hai, goedemorgen. Hier zit nog een V10 in, of niet? Ja, hè? Dat dacht ik al. Hij is schitterend. Hoe oud is die? Ja, oké, 30 jaar oud. Nou, ik wou dat ik eruit zag, 30 of zo. Veel plezier. Morgen, hè? Ja. Prachtig die Morris. Het leuke is, ik ben vorige week was ik in Oxford en toen ben ik langs het punt gekomen waar William Morris in 1912 zijn bedrijfje start. Dat is heel leuk. En nou, dit is een bulldoze. Ja, een bulldoze gestart in 1913. En deze is van? 1924. Hij is schitterend. Ik ga zeggen, maar ik heb een hele gezellige. Oh, jullie zitten ook goed achterin zelf. Heb je goed ingesmeerd? Nee? Nou, ik hoop niet dat je verbrandt dan. Veel plezier.
Baby, that's what we like.